leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, maar ik ben met Francisca. En wij gaan vandaag de allereerste video filmen van de serie Let's Talk About. Iedere aflevering zal het dan gaan over een ander onderwerp. En misschien kunnen jullie het er wel kennen van haar eigen YouTube kanaal of van Frankie's. Want ze heeft allemaal eigen ondernemingen. En vandaar dat ik haar ook heb gevraagd voor deze video. Omdat, ja, ik denk dat jij sowieso qua Frankie's meer ervaring erin hebt dan mij. Dus jij kan weer andere dingen beantwoorden dan... Ja, wel iets langer bezig. Dus ja, en we hebben lekker ondertussen sushi om te eten. Echt zin in. Ja. Ziet er echt goed uit. En echt lekker veel ook. Ja. We hebben net ook een video voor haar account opgenomen. Dus die zal ik wel in de beschrijving linken. En alle accounts, Instagram accounts, Frankie's accounts ook allemaal in de beschrijving zetten. En er komt binnenkort, of nou binnenkort, 30 februari, ja, want dan zijn we allebei jaren, komt er een leuke winactie aan. Yes. Tussen Fiore en Frankie's, dus houd het ook zeker in de gaten. Misschien kunnen we het best beginnen met de vraag van wanneer zijn jullie gestart en waarom en zo. Ja. Dat is wel de meest logische mee te beginnen. Nou, jij al veel langer geleden dan mij. Ik ben begonnen in december 2018 eigenlijk. Nou, dat is de datum wanneer... Toen ik me heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zeg maar. En daarvoor was ik al iets langer bezig met voorbereiden en zo. Mm-hmm. Want ik was toen... Ik werkte eerst 2 jaar in de Jumbo en daarvoor in de Kruidvat. Ja. En toen hield mijn contract op, dus ging daar stoppen met werken, zeg maar. En toen ging ik mijn rijbewijs halen. En toen zei ik tegen mezelf, dit wil ik doen binnen 2 maanden. Dat moet me nu lukken. Je rijbewijs halen? Ja. Oké. Dus dat was ook gelukt. Echt? Ja, ja. En alleen in de tussentijd zat ik zo te denken van ja, hoe ga ik hier nou mijn geld verdienen, weet je wel. Ik heb eigenlijk geen zin om weer terug te gaan naar de Jumbo en weer achter de kassa te zitten, weer te vakken vullen, weet je wel. Op een gegeven moment ben je daar gewoon klaar mee. Ja, daar was ik echt gewoon klaar mee. Het was wel gezellig en zo, maar ja. En toen zag ik overal webshops voorbij komen en toen nog niet echt iets in mijn eigen stijl. Mm-hmm. Dat ik dacht, dit zou ik ook wel willen proberen, weet je wel. En toen dan ben ik gewoon gaan denken en eigenlijk ben ik gewoon... begonnen. Ja, ik had in het begin vorig jaar was dat 2 jaar geleden, had ik een webshop met een vriendin van mij en daarbij kochten we zeg maar gewoon kleding in. En uiteindelijk zijn we daarmee gestopt gewoon omdat, ja, we zagen elkaar gewoon niet meer vaak, dus een webshop samen onderhouden is dan gewoon niet te doen eigenlijk. Maar ik vond het nog steeds wel echt heel erg leuk. En toen, ja, ik weet niet, toen zei mijn vader ook op een gegeven moment van, ga je het niet gewoon voor jezelf doen en ga je het gaan ontwerpen? En toen kwam ik ook een beetje met jou aan de praat. En toen in november 2020 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En 8 december 2020 kwam alles voor het eerst online, zeg maar. Best snel gegaan. Ja. Ja. Maar ik was wel inderdaad langer op zoek en... Ja, bezig. Naar de zoektocht. Ja. Naar de fabrikant, zeg maar, was ik al toen in oktober naartoe geweest, zeg maar. Dus daar was ik wel wat langer mee bezig. Hebben jullie veel moeten investeren? Ja, best wel. Ja. Ben jij gelijk begonnen met truien? Nee, ik begon echt als sieraden webshop. Dan is het wel... Dat is echt, minder. Ja, een stuk minder. Voor €300 heb je al wel... Hele collectie. Hele collectie, ja. Maar... KVK-kosten. Ja, als je echt... Sieraden webshop ook echt... Dat je, nou, dat is meer leuk als hobby of zo. Want je kan daar niet echt veel uit. Je verdient er niet... Niet zoveel. Je investeert er niet veel in, maar je krijgt er ook niet veel voor terug, zeg maar. Nee, precies. Ja. Maar truien wel echt. Ja. Best wel veel eigenlijk. Ik bedoel, als je... Dan heb ik nu ook dan een nieuwe collectie samengesteld. En kijk van, nou, hoe ga ik de aantallen doen en zo. Maar ik denk, jezus. Dat wordt een aardig bedrag. Ja. Ja, ik had het toen ook, dat ik toen ook dacht van, oké. Ja. Dat wordt wel weer eventjes. En ik heb nu ook nog, ik ben 2 maanden bezig. Dus ik haal er nu ook nog geen winst uit. Alles wat ik nu ermee eruit haal, stop ik weer terug, zeg maar, erin. Maar dat komt denk ik vanzelf wel. Maar... Ook vooral met onze truien. Ik bedoel, de kwaliteit is gewoon goed. En dat is niet goedkoop. Nee, ja. Ja. Sommige mensen denken echt volgens mij dat het echt onder de €10 is of zo. Dat ik, ja, maar ik krijg nog steeds wel eens comments hoor, dat mensen het duur vinden en zo. Mm-hmm. Alleen, ja, bedoel, ik snap het ook wel. Voor €50 is het natuurlijk anders voor iedereen. Ik kreeg toen ook een reactie van iemand van, je bent zelfs duurder dan de H&M. Maar dat ik ook denk van, kijk, H&M die koopt het echt in duizenden dingen in. En wij kopen het misschien per 60 stuks in, zeg maar. En dus dan betaal je ook gewoon kinderhandjes meer. Gemaakt. Ja, waar wij het laten maken zijn natuurlijk ook een tussenpersoon. Dus zij moeten er ook nog aan verdienen. Uh-huh. Dus ja, dan wordt het uiteindelijk vanzelf duurder. Ja, precies. En inderdaad wat je zegt, het wordt gewoon op een eerlijke manier gemaakt. Wordt op een eerlijke manier gekregen. Het is goede kwaliteit. Het is allemaal gerecycled, biologisch. Dus. Maar ja,
Je moet wel veel investeren. Ja, dat was de vraag. Ja. Ja. Ik heb best wel veel moeten investeren. Mm-hmm. Ja. Ja. Je kan niet met 1000 euro kom je niet. Nee. Kan je niet. Nee. Kan je misschien één soort trein een paar verschillende maken. Ja. Je moet echt spaargeld hebben of bijvoorbeeld geld van anderen kunnen lenen dat je dan later weer terugbetaalt. Maar ja. Wat heb jij zelf ervoor gespaard? Ja, dat wel. Ja. Ja, ik heb wel eens geld van mijn vader geleend of zo. Maar dat heb ik dan later ook weer teruggegeven, zeg maar, om te investeren. Dat ik gewoon meer nodig had, want meer kon ik niet, zeg maar. Nee, meer had je gewoon niet. En jij? Nou, mijn ouders hebben, zeg maar, vanaf tot ik geboren ben, totdat ik 18 was, hadden ze voor mij gespaard. Oh ja, ja. En dat zou dan, dat geld is dan bijvoorbeeld voor zelf willen studeren, maar mijn ouders hadden op dat moment bijvoorbeeld geen geld, dan konden ze daarvoor betalen. Nou, dat was dan niet het geval. Mijn ouders konden mijn HBO dan wel gelukkig betalen. Dus mocht ik dat geld dan gebruiken voor als ik uit huis zou gaan. Ja. Of inderdaad voor iets zelf wilde starten. Nee, dus dat had ik inderdaad ik ook heb het daarvan mogen gebruiken. Ja, dat had ik inderdaad ook. Maar ik ben wel begonnen met die sieraden toen. Dat heb ik wel, zeg maar, zelf. Ja. Ja. Ja, die rekening vul ik ook wel, zeg maar, steeds zelf weer aan. Mm-hmm. En ik wil ook, mijn ouders hebben een bepaald bedrag voor mij gespaard. En ik wil uiteindelijk wel weer dat dat bedrag er terug op staat. Ja. Zeg maar dat, eerst vul ik dat aan voordat ik zelf winst ga. Ja. Als ik naar mezelf een soort van salaris ga overmaken. Ja, precies. Hoe zorg je ervoor dat je onderneming aandacht krijgt, dus dat er meer mensen bestellen? Goeie vraag. Ik denk sowieso heel veel posts op Instagram. Ja. Mensen die raken toch snel daardoor geïnspireerd. Als mensen dingen bij anderen zien, zeg maar. Ja. Dan denken ze toch eerder van, oh, dat wil ik ook wel. Klopt. En vooral als het iets leuks is wat er dan nog niet is. Ja. Ik zie toch al veel dat er dan heel veel mensen webshops starten, maar ze kopen allemaal dezelfde sieraden in. Ja, of zelf de kleding inkopen. Ja, dat ik denk, dan zal het niet zo snel gaan, zeg maar. Of je moet echt bekend zijn of zo. Maar gewoon veel actief zijn en posten op social media. Volgens mij TikTok werkt ook echt heel erg goed voor sommige bedrijven. Ik moet ook echt meer met Instagram en zo gaan doen. Ik zit gewoon zo erg van, dan moet het in mijn hoofd een mooie feed zijn. Dan denk ik, ja, maar mensen houden zich er ook niet mee bezig. Want ze willen gewoon productfoto's zien. Maar gewoon in mijn hoofd denk ik, nee, maar dit past niet bij elkaar. Dit past niet bij elkaar. Ja, en dat als jij wel actiever bent, dat je wel echt wat van kan maken. Ik zit ook soms, dan zit ik op de bank en denk ik, oké, deze week ga ik ook gewoon allemaal van die feedfoto's soort van verzamelen. En gewoon mooie dingen van maken lastig. En zo. Ja, dat vind ik nog wel denk ik het lastigste eraan. Gewoon actief zijn en, want ik merk ook als ik bijvoorbeeld een story plaats of een foto plaats, dat er dan gelijk weer meer besteld wordt. Ja. Dat merk je wel echt heel erg. Ja, dat. Maar ik moet daar echt meer mee bezig zijn. Ik denk echt dat het echt zou helpen, zeg maar. Ja. Dat je echt wat van kan maken, vooral. Ja, ja, dat is echt nog wel hetgene wat ik het lastigste vind. Als ik op Fiora een inspiratiefoto van Nike ga plaatsen, dan denk ik van, ja, het heeft er eigenlijk niets mee te maken. Het is wel leuk, maar dan denk ik van, moet ik dat dan wel doen? Of dat vind ik zo lastig. Zou er over nadenken. Gewoon plaatsen. Ja. Ik bedoel, gewoon wat meer scheid hebben qua. Ja, gewoon plaatsen en gewoon misschien dan de standaardfoto's hebben die je dan gebruikt in je story bijvoorbeeld, die je iedere dag kan posten. Ja, ik vind wel dat je dat bij Frankie's wel goed doet en bij Sister Leven vind ik dat ook, die plaats ook heel veel altijd. Mm-hmm. Want ik had haar, misschien kijkt ze dat, ik had haar account beheerd toen ze op Bonaire was. Huh? Ja, al die dingen die je zag was ik. Ach, Guusje. Hoe bepaal je wie je product gaat promoten? Ik denk dat mijn doelgroep en bij jou ook best wel jong zijn. Mm-hmm. Dus dan ga je toch wel snel kijken naar iemand die ook jonge volgers heeft. Dus dan ga je niet bijvoorbeeld een Marsje. Een Marsje, die ga je niet benaderen om te vragen van, hey, zou je, weet je zo? Want je weet dat haar doelgroep niet jouw doelgroep is. Mm-hmm. Dus ik denk sowieso dat. Kijk hier een beetje bij past. Ja. Ook gewoon dingen uitproberen. Ja, wat wel werkt en wat niet werkt. Ja, en ook gewoon inderdaad van, ik vind dit wel echt iets, ik vind het wel bij jou passen en weet je zo. Mm-hmm. Van, ik denk dat jij dit normaal ook wel zou dragen. Kijk, je weet het nooit helemaal zeker, maar nee. Ja, wel gewoon, ik kijk ook altijd wel van passen bij Frankie, zeg maar. Heeft ze, maakt zij of hij leuke foto's? Ja, dat vooral ook. Van, zijn ze actief? En ook wat ik ook wel belangrijk vind, is dat ze niet met te veel bedrijven samenwerken. Ja. Want anders is het echt een soort van reclameblad waar jij maar tussen wordt gegooid en niet echt. Klopt. Want je ziet soms ook, volgens mij gaat het allemaal via, hoe heet dat ook alweer, Friends? Ja, Social Friends of zo. Iets van samenwerking met Jamin of maar samenwerking met een of ander vaag merk, dat ik echt denk. Ja, maar je kan heel erg zien
op accounts die daarin zitten en zo. Heel erg valt dat op. En ik krijg ook wel echt dagelijks DM's van wil je met mij samenwerken en zo. En ja? Jij niet? Echt in Frankie, Fiore bedoel ik? Ja, op zich wel, maar niet zoveel als jou denk ik. Oh, nou, er wordt echt heel veel gevraagd, maar ook zeg maar van accounts met een slotje met dan één foto. Dan zeg ik gewoon van nee, we zijn niet op zoek of nee, sorry, voor nu niet of zo. Of ik antwoord gewoon niet, want er zijn er zoveel. Maar dan vroeg een meisje mij bijvoorbeeld, heb je dan tips hoe ik kan samenwerken? Waarom... Nou, meer actief worden. Ja, en ik zei van, als je een gesloten account hebt, dat werkt sowieso niet echt. Ja. En gewoon meer actief, ja. Dat is echt gewoon, ja, ik ga niet met vier foto's. Wat ik ook wel vind, ik heb dan, als me echt de allereerste meisje die mij een DM stuurde om samen te werken met Fiore, zeg maar. En dan zei ze, hey, super leuk, bla bla. En ging ik op haar account kijken en dan volgt ze Fiore niet eens. Dat ik denk van, ja, dan... Zo raar. En ik van, je wilt met me samenwerken, maar je volgt me niet. Dat is toch gek? Uh-huh. Oh, deze is wel interessant. Kan je ook inkopen doen zonder KVK-nummer? Niet dat ik weet eigenlijk. Nee. Misschien op AliExpress. Ja, ja, dan nee, zou het vast kunnen. Eigenlijk niet, want als je ook naar het World Fashion Center wil... Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ze bij... Toen ik die trui de eerste keer inkocht, hebben zij nooit op mijn KVK gevraagd. Oh nee, dat misschien niet, nee. Maar ik heb wel toen gezegd van of ze het alsjeblieft op factuur erbij konden zetten. Ja. Gewoon vanuit mijn kant, maar het is nooit dat zij hebben gevraagd van heb je een KVK? Nee, klopt. Nee, daar niet inderdaad. En ook andere fabrikanten, drukkerijen. Die vragen daar sowieso niet echt om. Ja. Maar misschien ook omdat je het daar ook als particulier kan laten doen voor een voetbalelftal. Want je kan het daar al vanaf één stuk doen natuurlijk. Ja, precies. En is misschien daarom. Ja, maar eigenlijk overal wel. Ja, nee, qua echte groothandels heb je wel... Moet je altijd gewoon binnenkomen met je KVK-blad en dan krijg je een dagpas en dan kan je naar binnen. Maar ja, ik zou niet weten waar je inkoop kan doen inderdaad zonder, ja... Bij inderdaad AliExpress, maar ik heb er niet al je sieraden vandaan halen. Nee, daar word je ook niet heel blij van. Zouden jullie ooit willen uitbreiden naar een winkel? Weet ik niet. Ik zou het wel heel gaaf vinden, maar er komt zoveel meer bij kijken. Ja, klopt. En als je nu inderdaad kijkt naar de coronatijd. Vreselijk. Die winkels die zijn gewoon dicht. En als je alleen een webshop hebt, merk je er gewoon een stuk minder van dan dat je ook nog eens een winkelpand hebt. Je moet ook nog licht betalen en dat soort dingen. Ja, personeel wat je en, daarin moet zetten. Ja, ik heb een stage in een klein winkeltje in Leeuwarden, een soort van boutiqueje. En hun hadden ook gewoon van die inkoopkleding, weet je wel. Ja. Nou ja, en als ik dan kijk, zeg maar, wat daar in een normale dag, normale week, corona vrij, wat ze daar dan omzetten, dat ik dacht... Bijna? Ja, dat ik dacht, dit is soms bij mij in 2 dagen, weet je wel. Nou. Wat zeg maar mijn idee is. Mijn vader had bedacht eigenlijk, want die is al zijn hele leven lang ondernemer. Ja. Hij zei dan van, ja, het mooiste zou zijn als je gewoon goedkoop in de stad een leuk winkeltje kan huren. Voor echt gewoon, nou, een lage prijs dan, maar wel midden in het centrum. Dat je daar gewoon je kantoor van maakt. Dat je de voorkant een showroom maakt en dat je gewoon misschien 1 keer per week open gaat of wanneer je dat wil. Ja. Dat je gewoon daar je... kantoor. En het leukste zou nog zijn dat je zeg maar boven kan wonen. Ja, dat je echt alles in één hebt. Ja, maar dat leek mij dus wel heel erg leuk. Want dan gewoon stagiaires of zo. Maar ik ben dan ook dan weer iemand, ik wil er ook niet aan vastzitten. Als ik zeg maar op vakantie wil, dan wil ik ook weg kunnen gaan, snap je? Ja. Maar... Nee, echt een winkelwinkel zou ik denk ik niet zo snel doen. Ik denk ook gewoon dat je met een webshop zoveel meer kan. Gewoon, stel inderdaad jij... Gaat in Leeuwarden zitten. Iemand uit Den Haag gaat niet helemaal daar naartoe rijden. Die denkt, nou, ik bestel wel. En als je dan echt een vaste winkel daar hebt die 6 dagen in de week open is. Zou ik echt niet willen. Nee. Ik moet er niet aan denken om zo lang in de winkel te staan. Nee, ik heb ook in een kinderkledingwinkel gewerkt toen ik 16 was. Daar waren we van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags open. En dan kwamen er misschien overdag 3 mensen. Moest je een beetje die labels erop aan het doen. Voorraad tellen. Dingen opnieuw ophangen. Verplaatsen. Ja. Dus ik weet het niet. Nee. Ik denk het echt niet. Nee. Niet een echte winkel in ieder geval. Ik vind het echt moeilijk om sushi te eten en dan te praten tegelijk. Ik ook. Want sushi is echt wel... Ja. Zit je echt met zo'n grote mond te eten. Hebben jullie spijt van dingen of zouden jullie achteraf dingen anders zouden hebben aangepakt? Ik denk dat ik daar nog niet heel veel over kan zeggen omdat ik nog niet heel lang bezig ben. Ja. Nee, maar ook niet aan het begin of zo. Aan het begin? Ja, dat je net begon en dat je denkt van nou had ik dit toch maar anders gedaan of... Ja, ik zeg maar aan het begin, ik was totaal niet actief. Ik kocht sieraden in die iedereen al had. Wat echt totaal geen zin heeft. Want als een Olivia Kate of zo, als die sieraden heeft. En ik met een webshop van 200 volgers, gaan ze het echt niet bij mij kopen. Dan
Dus dat was gewoon wel een fout. Maar ik was gewoon zo enthousiast van. Dat je dacht, kom maar inkopen. Ja. En allemaal op bed leggen van, oh, dit heb ik. En zo blij, weet je wel. Ja. Dus dat is wel een fout geweest. Gewoon inkopen wat er al overal was. Je dacht gewoon van, als ik inkoop wat populair is, dan wordt het bij mij ook wel verkocht. Ja, dat dacht ik. Ik zag ook een vraag voorbij komen. Ik zat daar straks al te kijken voordat ik kwam. Iets met, is het vervelend dat er zoveel mensen nu een webshop hebben? En hoe blijf je, of hoe blijf je dan groot daarin? Ja. Maar ik denk dat dat vooral gewoon is door je eigen ding te doen. Ja, eigen ding te doen. En je kan echt wel inspiratie bij mensen opdoen. En dingen vragen en dingen doen en zo. Mm-hmm. Maar het moet uiteindelijk toch wel je eigen, ja, maar het moet uiteindelijk toch wel je eigen idee zijn. Ja, je eigen concept of zo. Want zo hou je ook wel de meeste vrienden, denk ik. Als je gewoon je eigen ding doet. En wel gek wereldje hoor, die webshopwereld. Mm-hmm. Iedereen die elkaar nadoet. Hier en daar weer drama. Wat is het minst leuke aan een bedrijfje? Ik denk dat jij de klantenservice vindt, zeker. Ja. Nou ja, niet het minst. Ja, toch wel eigenlijk, denk ik. Minst interessant, gewoon. Ja. Het moet gedaan worden, maar als ik wat anders had mogen doen, was het ook. Dat denk ik, ja. Gewoon dat je ook soort van in het diepe moet springen, want zonder iets te doen weet je ook niet of het gaat lukken, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel gewoon, dat ik denk van ja. Gaan er dingen mis, je moet jezelf toch weer blijven motiveren om door te gaan. Maar ja, daar leer je ook wel weer van natuurlijk. Ja, dat wel. Je leert er wel echt veel van. We hebben echt zoveel sushi. Ja, ik zit er echt best wel vol. Jij? Ja, ja. Maar dan iedere keer deze. Nou, nog eentje. Ja. Heb je nog meer dingen die je minder leuk vindt? Nou, in het begin. Jij hebt ook YouTube, dat is eigenlijk ook een soort van je bedrijf. Ja. Nou, wat ik dan het minst leuk vind, en dat was in het begin ook wel een beetje bij Fiore, zeg maar. En jij misschien ook wel bij Frankie, is dat mensen zo snel een vooroordeel hebben dan. Ik had de trui erop gezet en het klopt, ze waren wat aan de prijzen gekomen. Maar mensen weten het verhaal er niet achter waarom dat zo is. En mensen hebben dan gelijk een vooroordeel van, oh, je wilt er zelf zoveel op verdienen en dit en dat. Ja. En ook bij YouTube is het vaak zo dat mensen al heel snel een vooroordeel over hebben. En dat snap ik ook wel, want ik heb dat ook over sommige mensen of sommige dingen. Maar als het dan over jezelf is, is het gewoon wel maar vervelend. Ja. Maar mensen zien ook niet alles. Nee, daarom. Een weekvlog van ons duurt misschien een kwartiertje, een half uurtje. Echt nog wel dingen doe je tussendoor die je dan niet filmt, bijvoorbeeld. Want een hele week duurt weet ik voor hoeveel uur, maar geen 30 minuten. Dus er gebeuren nog zoveel dingen erbij. Misschien wel heb je ruzie met iemand of gaat er iets hartstikke slecht. Ja. Je filmt niet echt vaak slechte dingen, denk ik. Nee, daarom niet. Tuurlijk heb ik ook wel eens dat ik me niet lekker voel of zo. En dat ik ook wel gewoon zeg van, ja, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Mm-hmm. Maar ik zal nooit de echte reden erop vertellen of zo. Wel omdat dat is. Nee, ik denk dat een beetje. Dat mensen gewoon snel een oordeel ergens over hebben. Of een mening vervelend te vinden. Klopt, ja. Hoe benaderen jullie influencers? Nou, bij sommige mensen weet ik dat ze mij zeg maar ook volgen. Ja. Ja, dus dan benader ik ze eigenlijk gewoon met mijn eigen account. Omdat ik dan denk van ja, dan heb ik meer kans dat ze terugreageren. Maar bijvoorbeeld bij sommigen heb ik ook wel gewoon een mailtje gestuurd naar een mediabureau, zeg maar. Nee, dat doe ik ook wel vaak, mailtjes sturen. Ja. En dan gewoon vaak niet mijn eigen, maar het Frankie's account stuur ik echt gewoon een heel kort en lief berichtje. Ik zag dat op iemands TikTok, dat ze dat als tip gaf. Stuur gewoon een kort en lief berichtje van, hey, mag ik je wat items opsturen, weet je wel? Ja. Dus dat doe ik nu telkens en het werkt best wel goed. Ja. Bijvoorbeeld bij de wat grotere mensen. Ik heb zelfs een keer reactie gekregen van Addison Rae. Ja, ik zag dat toen een keertje. Toen heeft ze haar adres gestuurd. Maar heb nooit ik het opgestuurd, maar ik heb nooit iets teruggezien. Dus dat ik denk, is het wel goed aangekomen? Of bij het goede huis, weet je wel. Moet je dan trekken een tracecode of iets? Ja, dat wel. En het was ook afgeleverd. Mm. Maar dan denk ik, misschien vond ze het toch niet zo leuk. Niet erg, maar leuk dat ze reageert. Wel gelukkig geprobeerd. Ja, want dat laat wel echt zien van, bijna iedereen leest de DM. Ja. Als zo niemand wat reageert. Ja. Vooral zijn zoveel volgers. Ja, maar gewoon een korte en lieve DM sturen of ze wat willen ontvangen. En anders gewoon via de mail. Ja. Sommige mensen die dan een management hebben, inderdaad, die zeggen van mail maar. Ja, ik had dan inderdaad een soort van als trucje om gewoon mijn eigen Instagram te gebruiken. Mm-hmm. Omdat sommige mensen mij dan al volgden. Dus dan dacht ik van ja, dan heb ik gewoon grotere kans dat ik bovenaan hun DM-box kom te staan. Mm-hmm. In plaats van met het Fiore-account, ja. En dat heeft ook wel geholpen. Dus. Mm-hmm. Ik denk dat je dat wel een beetje soort van aanvoelt of ziet bij wie je kan mailen, bij wie je kan DM'en. Mm-hmm. Ja, soms als mensen gewoon dan, want ik krijg ook veel DM's dat mensen zeg maar nee zeggen. Mm-hmm. Maar dan ligt het denk ik echt aan je producten. Ja. Ja. Als het echt niet bij iemand past. Maar, ja. Moet je belasting betalen als je bij de KVK ingeschreven staat? Ja. Ja. Ieder kwartaal eigenlijk. Voor Fiore of moet je het ook voor YouTube doen? Nee, voor mijn YouTube heb ik geen KVK. Dus dan doe ik zeg maar in april als je je belastingaangifte moet doen. Dan geef ik het daarbij op. Want dan doe ik gewoon de aangifte zeg maar van mijn werk. Van oh ja. Zwemles. Ja. En dan heb je ook nog een kopje
andere inkomsten. En daar voer ik dan YouTube in. En dan moet ik dan zeg maar belasting betalen in één keer. Oké. Okay. Kan dat gewoon zo? Ja. Want op een gegeven moment begon ik er best wel veel mee te verdienen. Dus ik was best wel bang van straks staan ze opeens op de stoep of zo. Ja, moet je weer heel veel terug betalen. Ja. Dus toen had mijn moeder gewoon KVK gebeld om te vragen hoe dat allemaal zat. En toen zei die man met de inkomsten dat ik had dat het gewoon nog op deze manier kon. En dat het in principe qua kosten wat je moest betalen ook niet heel veel uitmaakte. Of je dat per kwartaal deed of één keer in het jaar. Oh ja. Begin vorig jaar had ik nog de KOR aangevraagd. Ken je dat? Nee. Dat is een kleine ondernemer. Oh ja. Maar die kan je nu niet meer aanvragen, denk ik. Nee. En nou, dan eigenlijk tot de 20.000 euro wat jij omzet. Ja. Hoef je geen belastingaangifte te doen. Maar dit is wel wat veel mensen fout in gaan. Je moet, als je zeg maar daar overheen komt, moet je alsnog wel de belasting betalen van die 20.000. En nou ja, kan je gewoon zeg maar, dan hoef je geen belastingaangifte te doen. Dat is wel makkelijk. Maar mag je ook niet bepaalde kosten aftrekken en dat soort dingen. Zoals als je nu een MacBook koopt of zo, of een iPhone, dan kan je die op de zaak soort van dan zetten en ervan aftrekken. Maar nee, nu moet ik dat wel gewoon doen om de 3 maanden. En ik heb dan een boekhouder die dat doet. Want het zijn gewoon zoveel dingen en regels dat ik gewoon bang ben dat ik dat verkeerd doe. Ja, want ik deed het dan nog wel vorig jaar. En dat jaar daarvoor met mijn vader dan, met z'n tweeën. Want je weet ook wel een beetje hoe dat werkt. Maar in één keer was er ook iets fout gegaan. Toen belden ze me weer. En toen deden ze echt alsof helemaal stress ook. Ja, toen deden ze echt alsof ik echt iets met opzet fout had gedaan, weet je wel. Maar eigenlijk was er gewoon niks aan de hand. Wat is je doel in de toekomst? Meerdere soort dingen verkopen dan alleen sweaters en hoodies en sieraden. Dat heb ik ook inderdaad. Meer uitbreiden, zeg maar. Meer bekendheid. Ja. Misschien wat mensen in dienst of zo. Ja. Het lijkt me wel leuk om dan een kantoor te hebben met wat mensen in dienst. Ja. Maar het lijkt me ook wel fijn dat je er dan niet ook weer aan vast zit. Maar ja, ik zou heel graag een kantoorpand willen inderdaad. Waar je gewoon alles daar, want ik heb dan nu de oude slaapkamer bij mijn vader. Is een soort van mijn opslagruimte en alles. Maar ik zou het heel fijn vinden als ik daarvoor gewoon een kantoor heb. En alles lekker bij elkaar. Ja, precies. Ja, dat was echt je eigen. Moes Wanten heeft nu een mooi nieuw kantoor, als je het gezien. Wow. Ja. Maar ja, zij is daar ook echt iedere dag. Ja. En je moet natuurlijk ook weer twee dingen kiezen. Maar dan denk ik van, ik weet niet of ik dat wil. Iedere dag op kantoor zijn. Maar... Of bijvoorbeeld wat, kijk je de vlucht van Noordergoot? Ja. Ze heeft natuurlijk ook een kantoorpand. En daar is ze dan soms, maar dan... Als naast haar huis is dat, hè? Ja. Ja. Maar als zij er dan niet, zijn er wel gewoon twee andere meiden voor haar aan het werk. Ja. Zeg maar, dus dat lijkt me ook wel chill. Ja. Zoiets, denk ik. Ja. En ik ook uitbreiden naar meer. Deze zomer wil ik graag dan van die zomerjurkjes en zo gaan verkopen. Ja. En wel echt leuke dingen, dus niet, ik weet niet, bijvoorbeeld wat het World Fashion Center is, echt veel vind ik echt vreselijk. En ook die kwaliteit. En ook omdat iedereen het heeft, zeg maar. Ja, precies. En gewoon echt unieke dingen vinden. En ook zelf produceren lijkt me heel leuk. Dus echt eigen ontworpen jurkjes. Ik wilde dat eerst heel graag met zwemkleding doen, alleen Rosa die werkte natuurlijk bij Bio de Label. Dus ze zei, als er iets het lastigste is om zelf te ontwerpen, is het wel ondergoed of zwemkleding. Ja, wat dan? Nou, gewoon omdat je hebt natuurlijk zo verschillende soorten maten en soorten broekjes en soorten stof. Het mag niet doorschijnen, het moet niet dit, het moet niet lubberen. En ze zegt het is gewoon zo lastig en gewoon zo lastig ook om een goede groothandel daarin te vinden. Dat ik zoiets had van deze zomer, ik koop het lekker in. Ja, en ik zou ook wel wat meer met YouTube willen doen. Iets groter nog worden. Dat vind gewoon ik meer uitbreiden. Ja, ik bedoel, ik vind het best wel gewoon echt leuk om te doen, zeg maar. Dus. Want was je ermee begonnen voor Frankie, zeg maar? Of? Gewoon omdat je dat filmen gewoon heel leuk vond. Nou, eigenlijk wou ik het altijd al. Echt al heel lang. Maar ik begon gewoon nooit eigenlijk. En dan was ik een keer begonnen en dan weer een paar maanden niet. En dat werkt gewoon niet, weet je wel. Je moet wel constant kijken. Ja, maar nu is het wel een beetje ook wel dat ik er bekend om sta dat ik een webshop heb. Dus dan laat ik ook wel al die dingen erin zien, weet je wel. Ja, een beetje combinatie, Of je YouTube staat ook wel bekend, omdat mensen daar een beetje inspiratie uit kunnen halen en informatie. Ja, onder eigen onderneming, hoe dat is en zo. Ja. Nou, dit was dan de video. We hopen dat jullie dit heel erg leuk vonden. Ik zal alle linkjes van alle andere video's, winacties, wel even in de beschrijving zetten. Wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel! Doei! Doei.